Dat is een goede bal op Boussoufa Lejar. Goed doorgelopen ook. Daar is Lukaku. En goed verdedigd van Van Doorn. En dan raakte Clément daar niet meteen weg. Suárez stond er vlakbij. En Clément deed het uiteindelijk rustig en kreeg die bal toch weg. Dit was bijna een kans voor Anderlecht. We spelen 9 minuten. Suárez. Lejar veel sneller dan Clément, dus kan niet voorzetten. En dan Lukaku goed aan de eerste paal gekomen. Maar Lejar had voor de tweede paal en Boussoufa moeten kiezen. Want daar lag de ruimte. Montaigne. Geen duwfout gefloten tegen Lejar. En dan Gillet. Ja, het was een wat vreemd botsende bal. En hij pakt hem helemaal verkeerd op de voet. Guillaume Gillet. Maar was dit een duwfout van Lejar? Velen zouden gefloten hebben. Vrijtrap Boussoufa. Daar wordt hij goed gelegd. Kanu. Oh, wat een gigantische misser van die Braziliaan van Anderlecht. Hij dacht aan een overtreding, maar ik dacht het niet. Kijk, goed teruggelegd door Juas. Nog eens kijken. Nee, het is gewoon een misser van Kanu. Montaigne, Kroes, Haroun, drie man van Beerschot in de rechthoek. En daar kwam Gillet niet aan. Goor, Bart Goor, goede trap. En dit was een grote redding, de eerste echte redding van een doelman in deze wedstrijd. We spelen bijna een half uur. En het is verrassend dat die redding van Proto moet komen. Want dit is de eerste echte doelpoging van Germinal Beerschot. Een hele goede van Bart Goor, nadat Gillet onder die bal doorging. Voor het overige vooral balbezit voor Anderlecht en vooral halve kansen. Eén grote voor Kanu daarnet. Sarre, buitenspel Lukaku, ja, ik dacht het wel. Nee, het is geen buitenspel. Eigenlijk vertrekt hij perfect op het juiste moment. Romelu Lukaku volledig ten onrecht afgevlacht. Kanu wisselt sterke momenten af met hele rare. Kanu, dit is een redelijke voorzet. Suárez reageert beter op die bal dan Montaigne. Goor. McDonald met Juas. McDonald schermt goed af. Chihuahua heeft Haroun gezien. Haroun! Ja, en dan, ja, die bal valt er niet voor de voet van Chihuahua. Maar Haroun reageert veel beter dan de andere verdedigers. Dan kan Chihuahua er net niet bij. Bij die voorzet. En dan was het nog even warm daar. In de laatste minuten van deze eerste helft voor Anderlecht. De thuisploeg krijgt het gaandeweg in de eerste helft steeds moeilijker. Derde minuut, tweede helft, eerste hoekschop na rust voor Anderlecht. Lejar, tweede paal. Lukaku, zijn het. Romelu Lukaku, veel verbruikt in de eerste helft. Wat halve kansjes gehad. En ook dat was weer een halve kans. Het was moeilijk koppen daar, ver voorbij de tweede paal. Lejar. Lukaku niet afgevlakt. Lukaku, dit is de kans. Dit is de kans. Hij doet het weer. Ja, hij doet het weer. Achtste minuut. Tweede helft. Romelu Lukaku doet het weer voor Anderlecht. In de eerste helft keihard gewerkt. Een aantal halve kansen gehad. Ook in de tweede helft al een half kansje gehad. En daar zit de familie. Lejar met die goede bal. En dan heeft hij even wat moeite, Lukaku. Maar hij beheerst zich. Blijft heel cool en beheerst. En werkt die bal over de doellijn. 1-0 Anderlecht. Boussoufa. Lejar. Ja, na die goal is Anderlecht toch een beetje bevrijd. Hier is Kanu. Laatste minuut zijn het.
Lejar snijdt goed naar binnen. Kanu moet die bal hebben. Had net iets harder moeten ingespeeld zijn. Kanu toch ruimte en veel tijd om te troppen. Pachowski, dat was niet echt een geweldige redding. Op een uiteindelijk heel slap schot van Kanu. Kroes. Goor. Ja, met zijn rechter. En dan was er een hand van Proto nodig. Er stond twee man voor doel. En dit was een goede poging van Bart Goor. Lukaku. Kanu. Eerste paal, Suarez. En dan Lejar. Oh, wat een redding van Pachowski. En weer komt de 2-0 niet op het bord. We spelen 20 minuten in een tweede helft die nu volledig wordt gedomineerd door Anderlecht. Geminal Beerschot komt er eigenlijk niet meer aan te pas. Maar ja, dat tweede doelpunt komt er maar niet. Een gigantische redding nu van Pachowski. Iets meer dan 10 minuten nog. En Barak Boussoufa klaar om een vrije trap te nemen. Het is een beetje stilgevallen bij Anderlecht. Gaan ze nu dan scoren, Kanu. Weer een kans voor hem. Hij heeft nog altijd niet kunnen scoren in de Belgische competitie voor Anderlecht. Lukaku. Kan hij versnellen? Lukaku voorbij Clément. Lukaku! Oh, ja, wat een inspanning van Romelu Lukaku. Van Doren en Clément. Oké, ze zijn niet van de snelste. Maar hoe hij daar zomaar voorbij loopt. Wat een talent. Wanyama, veel te fel in dat duel met Suarez. Een zeer terechte rode kaart zelfs. Ja, het zag er heel fel uit hoe hij daar kwam ingevlogen op Matias Suarez. Victor Wanyama. Stuit vooruit, dit is gevaarlijk. En dan kunnen we absoluut inkomen in die beslissing van scheidsrechter Vervecke. Gaat over de bal met de stuit vooruit. Dit mag rood zijn, absoluut. We zitten al een eind in de toegevoegde tijd. En nu is het afgelopen, besluit Peter Vervecke. Anderlecht wint met het kleinste verschil van Geminal Beerschot 1-0. Maar er had eigenlijk 3 of 4-0 op het bord moeten staan. In de tweede helft is de thuisploeg over de tegenstand heen gewalst. Maar het heeft nagelaten de wedstrijd helemaal af te maken. En zo bleef het toch een heel klein beetje spannend.